Zaterdagnacht vond omstreeks 4 uur een verkeersongeval plaats op de Harendonkweg in Den Bosch. Door nog onbekende oorzaak kwam een bromfietser in botsing met een auto. De automobilist reed na het ongeval door zonder zich over het lot van het slachtoffer te bekommeren. De 26-jarige bromfietser uit Rosmalen is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. De auto werd later teruggevonden elders in Den Bosch en van de bestuurder ontbreekt op dit moment nog steeds ieder spoor. De auto is in beslag genomen door de politie voor verder onderzoek. Ook is de Harendonkweg tussen de Herve en Maaspoort gestremd voor al het verkeer.